Hoi, ik ben Colleen en in de komende weken neem ik jullie mee in mijn zoektocht naar een gezondere levensstijl. Want na sporten en gezond eten zijn er nog veel meer dingen die je kunnen helpen om fit voor de dag te komen. Wat die dingen zijn, dat zie je in de serie Vitamine SC. Ik ben nu bij Sappie met Boukje en Boukje gaat me even uitleggen wat de detox eigenlijk precies inhoudt. Detox houdt in dat je gedurende een periode zeg maar alleen maar sappen gaat drinken. Je begint dan met een afbouwfase, dus je gaat steeds wat mindere porties eten, langzamerhand plantaardig. En dan ga je dus er naartoe werken dat je op een gegeven moment alleen maar sap drinkt. Okay. En dan drink je gedurende 3, 5 of 7 dagen alleen sappen en daarna ga je weer rustig je voeding opbouwen. Okay. Dat is het eigenlijk. Nou, die afbouwfase heb ik even overgeslagen, dus dat wordt zo cold turkey afkicken, maar goed. Dat gaan we maar proberen. Dat is hem. Mijn best friend. We komen hier vandaag nog niet. We weten het niet. Nou, dit is hem. Sapjes. Leuk bedankkaartje erbij. Nee. En Het is echt een gek idee dat dit gewoon het enige is wat ik kan wat ik daar ga eten. Ja, dat is wel gek, hè? Ja. Nou, ik ga er vandoor. Dankjewel voor de sapjes. Graag gedaan. En je hoort hoe het gaat allemaal. Dankjewel. Oké. Doei. Doei. Nou, het is nu inmiddels ongeveer 5 uur en 3 sapjes die heb ik al op. Dus het wordt nu tijd voor de gember shot. En dan hou ik wel van gember, maar deze schijnen best wel heftig te zijn. Zo, nou, cheers. Ik kan niet zeggen dat dit heel lekker is. Ah. Oh, dat is pijn. Dat is mijn oorpijn. Nou, die shortjes zijn dus best heftig. Maar ik moet zeggen, ik vond de rest wel heel lekker. Het hongergevoel, dat is wel echt wel aanwezig, zeg maar. Ik zou heel graag gewoon even ergens mijn tanden willen zetten nu. Nou, dag 1 van de sapdetox zit erop. En ik neem mijn laatste sapje, maar die was echt heel erg lekker. Het was de happy sappie. Mijn lievelings van de dag. Ik heb wel een soepje op nog. Een pompoensoepje met wortel. Dus dat voelt heel eerlijk gezegd wel een beetje als cheaten. Ik heb me dus niet echt alleen maar bij sapjes gehouden. Maar in het boekje stond dat het wel mocht om een groentesoepje te nemen. Dus ik vind het eigenlijk wel fijn, want ik heb nu helemaal geen honger. Sapje nummer 6. Eerste van de dag. Hij is wel heel lekker. Ik had wel verwacht dat het eventjes wennen zou zijn, omdat ik normaal alleen fruitsapjes drink. En dit zijn vooral sapjes met groenten, dus venkel, broccoli. Maar het is echt wel heel lekker. Moet je ook wel zeggen, vanochtend ook wakker werd. Ja, het lijkt misschien zo omdat je er alleen maar sap hebt gedronken. Maar het voelt wel al alsof je al bent afgevallen. Maar of dat echt zo is, weet ik niet. Want ik heb het niet gewogen gisteren. Dus het blijft een beetje gissen. Maar het voelt wel goed in ieder geval. Even een update. Ik voel me eigenlijk echt heel goed vandaag. Ik heb echt heel veel energie. Ik ben lekker gefocust. Ik heb ook echt helemaal niet echt honger of zo. Nee. Ik heb wel zin om gewoon even lekker iets hartigs te eten. Iets van kaas. Ik had nu denk ik al 2 blokken kaas op of zo. Maar gaan we niet doen. Het is allemaal goed onder controle. Beter dan gisteren. Ja, absoluut. Pasta. Wat zien we hier? Croissantje. Oh man. En als je dit kon ruiken. Je wil dit ook, hè? Ik wil dit heel graag. Ik rook het al de hele ochtend. Nog meer pasta salade. En jawel. A little bit of groentjes. En 3 stiekem walnoten. Ik moet toch even wat eten. Nou, vandaag is dag 3 van de detox. Allerlaatste dag. En daar ben ik wel blij mee. Want na 2 dagen niks eten heb ik alweer gewoon zin in lekkere dingen. Het is ook weekend. Dus ik wil eigenlijk gewoon lekker een drankje doen 's avonds. Maar goed, dat mag dus niet. Dus ik ga nog eventjes bedenken wat ik vanavond ga doen. Ik moet trouwens wel zeggen, ik heb gisteravond nog gesport. Ik moest wel een beetje van mezelf, omdat ik natuurlijk wel een beetje had gecheat met avocados en groenten. Maar dat ging wel echt heel goed. Nog wel beter dan normaal, dus je krijgt er wel echt energie van. Alleen moet ik zeggen, ik heb nu wel een beetje een dipje. Dus het ligt aan banaan voor me. Maar ga ik deze eten of niet? Daar twijfel ik nog een beetje over. Dus ik ga het nog even volhouden zonder. En kijk of ik de vrijdagmiddagborrel overleef. En of ik deze kan laten liggen. Nou, het is nu vrijdagmiddag. Ik ben net klaar met werken. Iedereen die bleef nog even gezellig hangen met bier en bitterballen en wijntjes. Maar ja, als je detox, dan mag dat niet. Dus ik dacht, ik kan maar beter lekker naar huis gaan uit zelfbescherming. Ja, ik ga me even afvragen wat ik vanavond überhaupt ga doen. Want als je niet mag drinken en
ik mag ook niks eten, dan is het vrijdagavond toch wel anders dan normaal. Dus ik moet heel eerlijk zeggen, ik kan niet wachten als het morgen voorbij is. Dus ik ga vast een beetje bedenken wat ik allemaal weer mag eten en daarna uitkijken. Want ja, drie dagen echt alleen maar sapjes drinken, dat is toch, uiteindelijk ben je het wel een beetje zat. 3 dagen niet eten, dat viel me best zwaar. Lekkere dingen maken het leven toch echt wel leuker. Maar ik heb het overleefd en al die vitamine hebben me best goed gedaan. Volgende week ga ik door middel van een health check kijken hoe gezond ik nu eigenlijk ben.